We zijn vanochtend met zo'n 40 aangepaste sporters vanaf het Marktplein op de fiets hier naartoe gekomen. Dat hebben we vooral natuurlijk gedaan omdat het de Giro komt in Apeldoorn. We willen zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen, aan het fietsen krijgen. En dat geldt natuurlijk ook voor de aangepaste sporter. En wat we op zo'n dag benadrukken is hoe belangrijk het is dat alle mensen kunnen sporten. Mensen met beperkingen, valide, gezond, minder gezond, chronisch ziek. Voor iedereen geldt dat bewegen, sporten, gezond en goed is. En natuurlijk is dat soms aangepast, want niet iedereen kan alle sporten doen, afhankelijk van je beperking. En we laten hier zien hoeveel het toch nog mogelijk is, ook als je een beperking hebt. Er zijn hier 21 bijzondere sporten aanwezig om mensen te laten zien dat voor iedereen, met welke beperking dan ook, er gesport kan worden. Ja, deze dag was echt geweldig in het Omnisport. Bijzondere sporten voor unieke mensen. Nou, ik denk dat we genoeg unieke mensen hebben gezien, maar ook mooie, bijzondere sporten hebben gezien. Een hele drukke dag, veel toeschouwers, veel publiek, veel mensen die mee hebben gedaan en die ook echt enthousiast zijn en naar een sport willen gaan. Dus ja, ook kortom gewoon top. Nou, dit is prachtig gedaan, zo'n sportoriëntatiedag hier in het Omnisport. Het is absoluut een meerwaarde ook voor het project Kies je aangepaste sport. De sportstimuleringsactiviteiten waar mensen toch af en toe eens een kijkje in de keuken kunnen nemen bij verschillende sporten. Uniek sporten, één loket waarop alle aangepaste sporten te vinden zijn voor de regio Stedendriehoek. Dus niet alleen gemeente Apeldoorn, maar ook gemeente Brummen, Lochem, Epe, Deventer, Zutphen. Voor al die 7 gemeentes kan je terecht op unieksporten.nl. Daarop staan alle sporten in de regio te vinden. En dan kan je gaan zoeken welke vereniging het dichtst bij jou in de buurt is.